Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deel 3 van de Demon Mod. Dit is inmiddels alweer deel 3. Ik heb 2 delen hiervoor gemaakt. Die vonden jullie voor zover ik weet leuk. Toen heb ik laten zien wat voor speciale mobs er allemaal voorkomen in deze mod. En dat zijn er echt belachelijk veel. Het is echt insane hoeveel nieuwe Minecraft monsters er in deze mod voorkomen. Ik vond de meeste vond ik echt super tof. Sommige vond ik wat minder. Maar dat was er de vorige aflevering eentje. Die was zo insane. Ik weet niet eens wat ik er deze aflevering nog aan toe kan voegen. Heb je die video niet gezien? Ga hem gewoon even checken. En jongens, ik zou zeggen welkom terug bij deze video. We zijn gebleven de vorige keer bij deze, dus we gaan bij deze verder. Ik kan de namen niet uitspreken, dus dat ga ik ook niet proberen. Het zijn dus allemaal mobs die je kunt inspannen en ik ga gewoon kijken hoe ze eruit zien. Ik ga mijn mening erover geven en ik ga gewoon kijken hoe sterk ze zijn. Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog. Laten we kijken of we de 2000 likes op deze video zouden kunnen halen. Dat zou amazing zijn, dus doe even een dikke vette like en Team Dutch Schuber, ik hoop dat jullie ready zijn. We gaan beginnen met de allereerste in deze video. Let's go! What the fuck is dit? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik zie hem en ik denk van, nou, ik weet niet wat ik ermee moet. Het is een soort van hovercraft alientje of zo. Ik heb trouwens ook een magic wand. Dat hoort namelijk ook bij deze mod en dat is heel nice. Nou, niet heel speciaal. De volgende, dat is de Strider. Wow, what the fuck. Die is op zich best wel episch. Hij heeft een beetje een visgezicht, als ik dat zo kan zeggen. Ik weet niet zo goed wat het nou eigenlijk moet voorstellen, maar hij ziet er op zich op zijn eigen manier best wel episch uit. En ik wil eigenlijk kijken of ik in survival, zeg maar, de strijd kan opnemen tegen een aantal van deze mobs, om te kijken of ze nou echt zo sterk zijn als dat ze eruit zien. Om mee te beginnen, deze ziet er op zich best wel creepy uit. Hij ziet er eigenlijk helemaal niet zo heel creepy uit, ze ziet er meer een beetje debiel uit. Hoe beledigend dat dan misschien ook wel niet klinkt. We gaan gewoon eens even kijken of we hem zouden kunnen inmaken met deze mooie match. Wand die een soort van elektrische ballen afschiet of zo, wat ook echt super raar klinkt, maar jullie snappen waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Hij is op zich best wel sterk, want ik heb echt wel iets van 30 van dit soort dingen afgeschoten en hij is nog steeds niet dood. Oké, laten we doorgaan naar de volgende, jongens. Dit is een andere soort. We hebben dus nu de watersoort gehad. Dat was de vorige video en een gedeelte van deze video. Gras, grond en ik geloof ook lucht, dus ik weet niet wat dit gaat zijn. De cinder, let's go. Oh, dit is weer een vuurtype. Oké, die ziet er op zich best wel episch uit. Doet mij een beetje denken aan Charmander, die Chappie van Pokémon. Of ja, die Chappie. Ik zeg wel die Chappie, maar ik weet echt superveel van Pokémon. Het is echt gewoon belachelijk. Hij ziet er op zich wel cool uit. Zou ik hem kunnen doodmaken met dit ding? Dit is een soort van mud shooter. Een soort van, ja, een soort van wand die modder afschiet of zo. Is best wel raar als je er zo over nadenkt. Maar ja, ik kan er niks anders van maken. De volgende, dat is de kalk. Wow, deze is fucking vet, man. Holy shit, wat is het überhaupt? Het lijkt wel op een super grote paarse schildpad of zo. Wauw. Deze vind ik er op zich nog best wel vet uitzien, to be honest. Even legit, man. Deze vind ik op zich wel heel cool. Ik vind sowieso, zeg maar, de structuren van de mobs in deze mod vind ik echt fantastisch awesome. Voor de mensen die niet weten wat ik bedoel met de structuur, dat is zeg maar de huid en een beetje het uiterlijk van de mobs. Ze hebben een soort van, een bepaald soort pixels wat het er op een of andere manier wat realistischer doet uitzien dan de normale Minecraft mobs. Zoals bijvoorbeeld bij deze is dat op zich best wel opvallend, dat hij er best wel cool uitziet. Zul ik gewoon eens even kijken wat voor wapens ik zou kunnen gebruiken om deze motherfucker mee in te maken. Of tenminste, ik zeg wel motherfucker, maar hij kan op zich wel hartstikke aardig zijn, hoor. Ik bedoel, ik weet het allemaal niet. Wat is dit? Oeh, dit is wel heel cool. Dit is een soort van ice wand. Die schiet een soort van ijsballen af. Nou, misschien kan ik hem hiermee inmaken. Ik weet het niet. Hij is in ieder geval best sterk. De volgende, dat is de Capiginus. En dat is een soort van vis, I guess. Ik weet niet wat ik er anders van zou kunnen moeten maken. Want het lijkt niet echt op een ander iets dan een vis. Dit is zeg maar mijn, ja, mijn vriend. Mijn handlanger. Die heb ik in de eerste aflevering ingespand. En die blijft alles maar met mij meegaan. Dus shout-out naar hem, om het maar even zo te zeggen. Wat dit hier is, ik heb werkelijk waar geen idee. Het lijkt een beetje op een vis, maar ja, meer van dat dan dat kan ik er ook niet van maken. Hij dropt ook gewoon wat. En ik heb een achievement gehaald genaamd Fishing Pro. Dus dat was inderdaad een vis. De volgende is de afrit. Wow, die ziet er best wel creepy uit. Het lijkt een beetje op een hele enge, gemene vampiervleermuis of zo. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet verwoorden. Ik weet niet echt wat het is, maar het ziet er op zich best wel apart uit. Het ziet er op zich best wel apart uit, jongens. Wat is het? Ik weet het niet. Laat het hier beneden weten in de comments als jullie het wel weten. Zou ik hem kunnen inmaken met dit ding? Hij ziet er namelijk niet heel sterk uit op zich. Ja, ik heb hem ingemaakt. En ik heb een achievement genaamd in Kandiri Rending. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt op zich cool. Nou, nice. Dan gaan we door naar de volgende mobs, jongens. We hebben er alweer een aantal gehad deze video. En ik vond ze op zich wel heel erg vet. Ik vond tot nu toe de paarse schildpad wel het vetst van allemaal. Maar ik zoek natuurlijk, net zoals bij de vorige aflevering, weer die ene mob die echt alles overtreft. Dus laten we kijken of we die kunnen vinden. We zijn bij deze aangekomen, de lobber. Dan hebben we deze. Oeh, dit zijn queens en kings. Dat kan nog wel eens heel erg spannend gaan worden, zeg maar. Nou, laten we beginnen met de eerste, de lobber. Wow, die is op zich, wauw, die is epic, man.
Ik vind, oh, hij dropt ook een soort van particles op de grond of zo. Een soort van vuurparticles. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar op zich, ik vind deze wel. Hij heeft wel echt grote biceps. Het is wel echt een sterke guy. Ik denk ook niet dat je deze tegen wilt komen in game mode 0. Ik denk dat hij je echt gewoon met haar en huid opeet. Maar hij is op zich wel epic, laten we eerlijk zijn. Hij ziet er op zich best wel heel erg cool uit. Wat nou eigenlijk zijn specialiteit is, dat weet ik niet. Hij blijft namelijk maar een beetje stilstaan en niet zo heel erg veel doen. Misschien is dat wel zijn specialiteit. Gewoon lekker een beetje chillen. Kan natuurlijk. Ik weet het niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Dan hebben we hier de tarantula. Dat is geloof ik een spin. Ja, dat is inderdaad een spin. Er staat Scarlet Tarantula. En hij, ik dacht heel even dat hij damage kreeg. Wow! Overal waar hij loopt, laat hij cobwebs achter. Wauw, dat is best wel episch. Normaal gesproken laten spinnen in Minecraft niet echt cobwebs achter. Je ziet natuurlijk zo nu en dan wel wat van die cobwebs staan. Maar ja, je ziet ze niet echt achterlaten. Maar deze spin die laat zeg maar echt cobwebs achter. Kijk, dat is toch cool. Kun je hier ook, oh, hier ga je ook heel langzaam doorheen inderdaad. Dus het is wel een beetje hetzelfde als de normale Minecraft spinnenweb. Alleen deze die zijn dus groen. Omdat ze dus van zo'n speciale spin afkomen. Namelijk de Scarlet Tarantula. Hij is wel cool, hij is wel cool. De volgende, dat is de Quick Web. Oh. Dat is gewoon letterlijk een... Oh nee, wacht. Ik dacht heel even dat het een fucking ei was. Van iets wat ik kon inspannen. Maar schijnbaar was dat helemaal niet het geval. En dit ding die doet een of andere lava aanval. Of wat het dan ook is. Lijkt het tenminste wel op. Nou, super cool. Laten we doorgaan naar de volgende. Let's go. Wow, dit is een super grote bij. Waarbij aardbei. Wow, deze is insane groot. Deze is fucking huge. Ik denk dat als je hierdoor gestoken wordt in het echte leven. Ik weet wel dat er in het echt, zeg maar, gewoon op aarde bestaan er wel, zeg maar, insecten, bijen, wespen. Die echt zo ongelooflijk groot zijn. Dat als je die ziet, dat je hier waarschijnlijk echt helemaal wezenloos schrikt. Ik ben geloof ik maar één keer in mijn leven gestoken door een wesp. En dat was letterlijk in mijn duim. En toen ik, zeg maar, gestoken was, zag ik die allemaal van die wesp. Zag ik er, zeg maar, echt nog in zitten. En ik had zoveel last van mijn duim die dag. Het was echt insane. Ik dacht dat het nooit zoveel pijn deed om gestoken te worden door een wesp. Maar dat doet nog best wel een hele hoop pijn. De volgende is de Euphoraptor. Zei ik nou rape? Nee, ik bedoel niet rape, maar ik bedoel... What the fuck? What the fuck is dit, man? Dit lijkt wel een beetje op een disco. Een discovogel of zo. En hij kan dus schijnbaar ook vliegen, wat op zich best logisch is. Want, hey, het is een vogel, die kunnen wel vaker vliegen. Maar hij ziet er best wel cool uit, to be honest. Hij heeft een soort van regenboogvleugels en staart. En ook een soort van regenbooghanenkam. Ik vind hem awesome. Ik weet niet wat zijn specialiteit is. Laten we gewoon eens even kijken of we hem kunnen aanvallen met onze wand. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd of we hem zouden kunnen inmaken hiermee. Oh my god, jongens. Hij vliegt weg als een echte speer. Hij is zo... Oh, nice. Ik heb een achievement genaamd Jungle Raptors. Dat is waarschijnlijk iets wat je krijgt wanneer je dus die choppy inmaakt. De volgende, dat is de Vespit Queen. Oh, die hebben we al gedaan. De volgende is de Concipede. Geen idee wat ik daarvan kan verwachten. Ik denk iets van een duizendpoot. Oh, nee. Oh, wat is dit? Dit lijkt wel op twee beesten die in elkaar zitten of zo. Oh, het zijn er ook twee. Alleen ze horen bij elkaar. Waardoor ze waarschijnlijk echt continu, zeg maar, een beetje in elkaar slash naast elkaar lopen. Zullen we eens kijken of ik deze kan inmaken in game mode 0? Of die sterk is? Oké, waarschijnlijk is hij wel sterk. Ik word ingemaakt. Oké, ik ging bijna dood, jongens. Want ik had dit beest namelijk over het hoofd gezien. Oké, op zich vind ik hem best wel cool. Ik snap eigenlijk niet waarom ze met z'n tweeën zijn. Maar ja, schijnbaar voelen ze zich dan veiliger of zo. Dat kan natuurlijk allemaal. We gaan door naar de volgende. En dat is de Concipate Segment. Dat is een andere vorm ervan. Die loopt daarentegen wel in zijn eentje rond in plaats van samen met een ander. En ik heb zo'n idee dat deze twee tegen elkaar willen gaan vechten. Dus ik duw ze een beetje naar elkaar toe. Gaan jullie met elkaar vechten of niet? Nee, ze vechten niet met elkaar. Ze houden van elkaar. Het is ook een beetje natuurlijk dezelfde groep. Ze horen een beetje bij dezelfde stam. Dus dat is ook wel logisch dat ze elkaar niet aanvallen. De Comba. What the fuck? Dit lijkt een beetje op zo'n neusaap. Kijk dan. Hij heet de Comba. Spreek ik het goed uit? Ja, de Comba. Dat is de naam van dit beest. En wat het exact is, ik heb werkelijk waar geen idee. Ik ga heel even snel timeset D doen, zodat jullie hem wat beter kunnen zien. Ik heb ook zo'n idee dat hij niet echt heel erg kwaadaardig is of zo. Hij ziet er namelijk veel te lief uit om kwaadaardig te zijn. Maar toch vallen we hem aan, jongens. Want we moeten een echte strijder blijven. We hebben een achievement gekregen genaamd What a Statch. Dat is waarschijnlijk een achievement voor wanneer je dat aapje inmaakt. En dan hebben we hier de Geken. Wow, zijn nou Geken? Ik zeg het echt op zo'n rare manier, al die namen, jongens. Het is echt super weird. Maar dit is dus een, ja, wat is het? Het lijkt wel een soort van salamander, een soort van Illuminati guy of zo. Ik heb geen idee hoe ik het anders zou moeten verwoorden. Hij ziet er in ieder geval wel echt super epic uit, jongens. Daar ga ik zeker niet over liegen. Ik vind hem heel erg cool. Ik ben alleen heel erg benieuwd of deze ook in game mode 0... Oh, shit. Oh, shit. Kijk uit, joh. Kijk uit. Oh, nee, hij komt wel heel erg dichtbij. Ik ga gewoon eens kijken of ik hem kan inmaken. Oh, ik heb hem ingemaakt. En ik heb een Geken Hunter. Oh, nee, kut, ik ga dood. Zo, game mode 1. Nou, jongens, ik denk dat ik hier nog één video van ga maken binnenkort. En dan ga ik dus de laatste ga ik testen. Want ik heb hier namelijk nog een rijtje over. Laten we nog even twee, of laten we nog drie doen in deze video. Gaan we er nog drie doen en dan doen we de rest... Oh my god, dat was mijn Bluetooth speaker. En dan doen we de rest in de afsluitende video die ik dan volgende keer ga maken. Als jullie die nu al willen zien, doe dan even een dikke vette like. Dan gooi ik hem zo snel mogelijk online. Let's go. Wow! Die is zo epic. Holy shit, die is cool.
Ja, deze vind ik echt heel erg gruwelijk, jongens. Ook met die blauwe ogen en die tijgerprint. Ik vind hem echt super awesome. Nou, we moeten hem toch even doodmaken, jongens. Hè. Dat hoort er toch wel een beetje bij. Dan hebben we hier... Wow, what the fuck is dit nou weer, joh? Dit ziet er wel heel erg raar uit. Lijkt wel een soort van supergroot insect of zo. What the fuck moet het voorstellen, man? Holy shit. Weird as fuck. En de laatste is de Jabberwock. Wat dit moet voorstellen, jongens, ik weet het niet. Als jullie het wel weten, laat het me hier beneden weten in de comments. Ik vind het echt een belachelijk raar beest. Hij ziet er op zich best wel cool uit. Ik weet niet wat dat voor rare handen zijn die hij heeft, maar hij kan er waarschijnlijk best wel veel damage mee aanrichten wanneer je hem tegenkomt in een survival. Het was je boy, de Tuber. Bedankt voor het kijken van de ene laatste aflevering van de Demon Mod. Wil je nou nog één laatste aflevering hiervan zien waarin ik de laatste mobs ga behandelen? Waarschijnlijk ook de meest epische. Doe dan even een dikke vette like. Het was je boy, de Tuber. Love jullie allemaal. Team de Tuber voor de motherfucking win. En tot de volgende keer. Adios.